It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe Black Ops 3 video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag spelen we een potje Domination op de man Metro, zullen jullie wel zien. We spelen met de Site Specialist en we gaan gewoon proberen een chill potje neer te zetten. Ik ga spelen met de M87 met daarop een Elo Site, Extended Max en Stok als ik goed heb. En de perks, Flag Jacket, Six Sense, Fast Hands en natuurlijk Blast Suppressor. Dus mocht deze video natuurlijk wel leuk vinden, vergeet dan niet een blauw duimpje mag achter te laten. Natuurlijk helpt mij enorm. Ik speel met de UAV, Raid en de Hater. Op dit moment ben ik ook vierde precies, level 39. Dat komt omdat het natuurlijk dubbel XP is, dus we gaan bijna de vijfde precies alweer hitten. Natuurlijk best wel snel al. Maar ja, ik krijg ook elk potje best wel veel XP in ieder geval. Nou, daar is een mooie dubbelkill binnen. Als het goed is, zag ik dat daar mensen bij B waren. Oké, mijn teammates pakken B op dit moment. Dat is natuurlijk helemaal prima, want dan... Gaan we nog lekkere kills maken. En we spelen voor de objective. Dus let's go. Oei, hij zat daar achter helemaal te campen. Holy shit. Maar ja. We gaan natuurlijk gewoon proberen dit potje te winnen. En een lekkere score. Holy fucking. Waarom raak ik dan net dood? Ik kan hem zo mooi natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen gewoon... 40 of 50 kills neer te zetten in de potje. Ik weet niet of het gaat lukken natuurlijk. Maar proberen. We kunnen het altijd proberen. 40 moet wel lukken denk ik. Dus gewoon een beetje rustig erin blijven gaan. Niet als een dwaas erin gaan rennen. En van die domme deads maken. Dat moet kunnen. De trein komt eraan. Dus we moeten uitkijken bij B nu. Kijken of ze bij C zitten. Nou, dan gaan we even C pakken, jongens. Dan heb ik een UAV namelijk. Hoeveel enemies zitten erin? Zitten wij in de lobby in? Ik krijg mijn UAV in kallen, let's go. En dan zit hij daar opeens. Dan zitten ze daar opeens, hoor, jongens. Dan zitten ze opeens naast me. Ja, toch. What the actually fuck, jongens. Oké, ja, ze hebben wel zeker teruggepakt. Hoppakee. Nee, ze zit op B. Oh, let's go. Die met tanks, tanks, tanks. Voor de assist, tanks. Die gozer is best wel goed, die met die Reaper Specialist. Daar moeten we even een beetje voor uitkijken. Hij heeft hetzelfde pakje als ik aan. De witte variant. Kijk, die mate. Hij zat daar nog eventjes, dan kom ik nu snel B. Of C, sorry, C. Let's go, dan heb ik weer een UAV'tje, die kallen we er gewoon in. Dan equippen we onze site. En dan gaan we daar even proberen lekker een kill mee te maken. Zit op A's aan de andere kant van de map, dat is mooi zo. Zo, maar één dood, holy shit. Zo, dan waren we een paar kills. We hebben bijna onze Raid binnen. Oké, let's go. Raid is binnen. Waarschijnlijk wordt hij er zo uitgeschoten. Dan schieten ook alle UAV's eruit. In ieder geval, we hebben ons Hater binnen. Zetten we er even in. Oké, er zit twee man hier zo. Er zit op 10 streak. Let's go. Let's go. Oké, het zit echt naast de enemies gewoon. Oké, gelukkig zijn ze weg hier zo. Mijn Hater zit er nog steeds in. Dat is natuurlijk mooi, want voor mij weten ze niet dat ze die eruit kunnen schieten. Of dat weten ze wel, maar ze doen ze gewoon niet. Kut enemy. Of teammate. Ik zal de fik. Oh, mijn Hater was op. Oh, gelukkig. Potje is afgelopen. Althans, de ronde is afgelopen. 21 op 3 op dit moment. Ik wil even een nieuwe hete halen. Want er zitten bijna maar 15 schiet geloof ik. Dus we gaan onze Raid even niet inkallen. Die weet kunnen we wel wat moois neerzetten hier zo. Let's go. Kom op jongens, we gaan lekker. Vergeleken met de teammate die
Du Vivant. Ik denk dat het de Frans is. Die is, staat ook best wel redelijk goed. Maar we moeten geloof ik nog... ik weet niet of dat voor onze UAV is, die 459, 445 punten op dit moment. Of voor onze Vrake. Maar ja, dat zien we dadelijk wel. Dat zien wij dadelijk wel. Zo. Ik ben weg. Ik denk dat het voor onze Vrake is. We zitten op 15, jongens. Ik ben de grootste choker in heel dit fucking spel, jongen. Echt. Oh, echt ongelooflijk, jongens. Hoe kan ik nou deze gunfight verliezen van een SMG op zo'n long range distance? Ongelooflijk, jongens. Slaat echt drie keer nergens op, gewoon. Ik kan echt soms echt zo gewoon agressief uit het niets om, dan gewoon zo die streak te falen. Net zoals die 27 streak toen live. Het staat ook nergens op hoe ik daar dood ging. Omdat ik met mijn domme kop er zo snel op af wil rennen. Dat is mijn probleem, weet je. Ik moet gewoon rustig spelen. Maar ja, dat kan ik niet. Ik wil eenmaal rennen. That's it. Ik moet alleen maar rennen. Let's go. Ik heb hier mijn site binnen in ieder geval. Maar die equip me dan ook maar gewoon gelijk. Kom je nu naar binnen? Zelfs jou. Zie ik daar binnen zitten, Balben. Oh, hij zit achter dat fonteintje nog. Ik dacht dat hij dood was. En dat weet ik niet. Godverdomme, man. Ik weet niet dat jij al dood bent daarachter. Bijna 30 kills. Nog 1 kill. Ik weet niet of die 50 plus gaan halen. Het potje gaat best wel snel, hoor. Met dank aan mijn teammate, want die pakken elke vlag steeds. Maar dan winnen we wel door, tenminste. Lekker objective teammates. Zijn wel, soms is het wel lekker om even matchen te hebben van die objective mensen. Ze hebben ook wel een teammate, jongen. Dan speel je gewoon en dan pak jij als enige gewoon die vlaggen. Nou, dat is natuurlijk gewoon dikke kak als je dat moet doen. In je eentje dan is het dikke kak. Maar ja, we spannen natuurlijk aan de andere kant, omdat ik op A iedereen heb gekillt, dus moeten we even aan de andere kant lopen. Dat is wel kut van de triple cap, maar nu hebben ze C. Als mijn teammates nou geen C pakken, dan hebben we een goede span, dan kunnen ze gewoon lekker daar blijven spannen. En dan kunnen ze neerknallen. Oh my god, oh my god, oh my god. De UAV is binnen, let's go. Het potje duurt ongeveer nog 1 minuut, denk ik, of zo. Als het 1 minuut duurt, dan is het helemaal prima. Ja, mijn UAV is nu alweer kapot, hè. Ze hebben hem nu alweer kapot gemaakt. Ik ga ook niet eens die 40 kills halen, let maar op. Ik heb nog 5 kills, maar het gaat veel te snel. Of we moeten opeens even een 5-man multikill halen. Het zou wel mooi zijn als final kill, maar ik denk het niet. Team heeft ook een site, dus. Zie niet gebeuren, jongens. Nee, kijk maar naar de punten. Je zit de hele tijd al daar zo, hè. Laten we nog even de vlag pakken voor de puntjes. Dan is het een goed potje geweest, vind ik. Let's go. Het is al gelopen. 36-8 is ons uitgekomen natuurlijk. Gewoon best wel een relaxed potje. Dus mocht je genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog. Ach, natuurlijk helpt mij enorm. En hoop je natuurlijk ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus als we deze video 50 likes kunnen halen. Helemaal prima natuurlijk. Zoals je ziet, level 40 op dit moment. Om iets chesto bovenaan. En ja, jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer, mensen. Later!